De verkiezingen die komen eraan. En bent u er al uit? Nee, op dit moment nog niet. Nog gewoon oriënteren. En gewoon kijken wat het beste is voor mijn baan ook. Dus, Nee. We zijn er eigenlijk niet uit, nee. U bent er beide niet uit? Nee. Ja, wij gaan eigenlijk nooit stemmen. Nee, dat doen we niet. We beloven van alles en er komt toch niks van uit. Maar stemmen is wel belangrijk, denk ik. Ja, 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 het is allemaal voor mij niet. Ja hoor. U wist al lang... Ja hoor. Wij zijn er nog niet uit. Mijn man is er nog niet uit en ik ben er nog niet uit. En bent u er al uit? Ik ben eruit. Ja. Ja, nou ja. Ik maak het niet zo moeilijk. Uit wat ik ga kiezen? Ja, precies. Ja, ik weet het wel. Nee. Nog niet helemaal. Niet helemaal. Nou, eigenlijk zit ik nog een beetje te twijfelen, want ik weet nog niet zeker. Want ik geloof best wel in verschillende punten. Maar ja, het is geen een van de partijen komt echt overeen met de punten die ik belangrijk vind. Nee. Nee. Dus u bent de zogenaamde zwevende kiezer. Ja, precies. Nee, ik ben er nog niet uit. Ik moet vooral er echt nog in gaan verdiepen. Bent u er al uit? Ja, al lang. Ja, al lang. Ja. Bent u er eigenlijk al uit? Ik ben eruit, ja. Nou, eerlijk gezegd niet. En ik maak me er ook nog niet zo druk over. Waarom niet? Ik zeg maar altijd zo, of je nou door de kat of door de hond gebeten wordt, het blijft altijd hetzelfde. Dan even de bal. Hans, kan je sturen wel op dat dingetje weer bij mij? Nou, dat zie ik wel, hè? Zie je wel. Bent u er al uit? Ja, ik ben er al uit, ja. Nog niet helemaal, maar ik heb nu, ik heb zo wel mijn voorkeuren, zeg maar. Ik wil wel dat ik later goed onderwijs heb en dat ik later wel gewoon een goed pensioen heb. En niet dat ik later thuis op de bank zit zonder uitkering, zeg maar. Ja, ik ben eruit. Ja? Een groot gedeelte. Nee, ik ben er nog niet uit. Want ik kijk gewoon niet naar al die uitzendingen op de televisie. Dus, want ik vind, dan weet je zelf niet meer wat je moet doen. Nee, ik ben er nog niet uit, nee. Het wordt steeds moeilijker. Want we hebben niet meer zoveel partijen die we zeggen van dan moeten ze een tijdje even schrappen. Waar let u op als u uw keuze gaat maken? Nou, eigenlijk stem ik al jaren, ben ik trouw aan dezelfde partij. Dus als dat niet de partij niet heel erg verandert, dan blijf ik daar gewoon bij. Voor mij is het nou echt voor mijn kinderen, dus voor de toekomst, ook voor mijn werk. Dus vandaar ook een beetje rekening mee natuurlijk. Nou, ik stem VVD. Ik vind het goed zo, ja. Nou, dat mijn ideeën toch een beetje overeenkomen met hetgeen waar de partij voor staat natuurlijk. Wat is daarin het allerbelangrijkste voor u? Ja, toch wel... Het klinkt misschien raar, maar minder armoede. Heel veel mensen hebben het hartstikke goed, maar heel veel mensen gewoon helemaal niet. En die komen daar gewoon niet meer uit. En dat vind ik toch wel bezwaarlijk eigenlijk. Ja. De zorg, inderdaad. De zorg. En voor u ook de zorg? Ja, inderdaad. En wat in de zorg is van u voor u van belang? Alles, zeg je. Overal eens een keer mee wordt geholpen en alles. Ik vind ook al heel belangrijk hoe dat ze met ouderen omgaan. En ik vind ook al heel belangrijk of dat wij nog studiefinanciering krijgen. Want het is natuurlijk heel lastig om een moeilijke studie te doen. En dan moet je ook nog eens extra veel geld verdienen daarbij om je schulden af te betalen. En dat is gewoon heel lastig. Ja, ik denk gewoon dat iedereen een beetje gelijk behandeld wordt. Dat niet alles voor rijke mensen is of zo. Voor de rest zou ik het niet weten. Waar let u op als u dadelijk gaat stemmen? Ja, ik vind het nog heel erg chaotisch. Ik weet het gewoon nog niet. En waar ik op let is dat die ik het liefste wil, dat die toch wel een beetje kunnen gaan regeren straks. Hè? Wat is voor u het allerbelangrijkste punt bij de keuze? Milieu. Ja, ik wil laten zorgen dat, mocht je kinderen krijgen, dat ik dan toch wel, dat hun toch wel een goede toekomst hebben. Ja, dat ik later nog, laat ik er goed kan genieten nog, zeg maar. Dat vind ik wel belangrijk. Nou, gezien mijn leeftijd is het de zorg natuurlijk, hè? De zorg voor ouderen. Nou, ik vind dat het niet zo slecht gaat momenteel. En dus voor mij mag het eigenlijk op de huidige voet verder gaan. Dat is, voor mij is onderwijs het belangrijkste. Dat is de toekomst van onze kinderen. En ik heb zelf in het onderwijs gezeten, dus ik vind dat erg belangrijk. De gezondheidszorg. Ja,
dat vind ik dus wel. En ook de ouderen, hoe daarmee omgegaan wordt. En mensen die echt ziek zijn en die het echt nodig hebben, hoe daarmee omgegaan wordt. Nee, dat vind ik verschrikkelijk. Dat vind ik niet juist. Nee. Waar let u op als u keuze wil maken? Nou, een beetje op het geloof en ook voor ons van toepassing is. Wat is voor u het allerbelangrijkste? Nou, voor de boeren. Dat ze die een beetje steunen en voor de ouderen. Ja, ik zeg al, dat ze doen wat ze zeggen. Hè? Ze wijken dikwijls af. Hè? Ik let op milieu, op duurzaamheid, op dat soort dingen. Daar ben ik wel van. Wat is voor u het allerbelangrijkste bij de keuze? Nou, wat denkt u? Dat er een toekomst is. Ja, voor de ouderen, voor hoe noemen ze dat? De hulpen. Ja, waar wij ouderen dadelijk allemaal nodig hebben, want dat gaat allemaal nog niet zo goed, vind ik. De ouderenzorg, de zorgverzekeringen. Dus eigenlijk denk ik wat de meeste ouderen willen hebben, denk ik. Ja, gewoon dat iedereen gelijk behandeld wordt. Bijvoorbeeld op het leenstelsel en het zorg, dat soort dingen let ik veel zelf op, waar ik zelf belang bij heb, zou ik maar zeggen. Die dingen vind ik wel belangrijk. Wat is dan voor jou het allerbelangrijkste? Ik denk dat ik op nu toe denk voor de startende ondernemers, dat ik daar echt wel op ga letten hoe dat zit en hoe dat soort dingen geregeld zijn bij de partijen. Ja, ik ga me zeker nog in verdiepen de komende dagen. Ik kijk ook veel debatten en dan daardoor kom ik soms ook weer aan twijfelen, maar ik denk dat ik uiteindelijk wel een keuze kan maken. Durf je ook te zeggen op wie je gaat stemmen als je waar je over twijfelt? Ja, ik zit nu het meeste denken aan de Partij voor de Dieren. Maar ja, ik twijfel dus nog, maar het zal vast wel een linkse partij worden. Dat is 65 plus in ieder geval. Dat hoeft voor mij niet per se. Dus, want wij hebben dus al die jaren dus gespaard, zeg maar, om met 65 met pensioen te gaan. En nou moet het verder opgehoogd worden. Maar dan willen ze dus dadelijk de pensioenen gaan korten als ze dus alles naar 65 gaan weer. Dus dat vind ik dus niet nodig. Waar let u op bij die keuze? Ik kies altijd de partij waar ik al jaren op stem, misschien al 20 jaar. Dat is een partij waar ik vertrouwen in heb en die gemodereerd zijn. Dat wil zeggen, niet te veel naar rechts, niet te veel naar links. Die aan vooral aan onderwijs denken. Eigenlijk de voortgang van het vorige kabinet. Daar sta ik eigenlijk voor. Ik vind dat ze het goed gedaan hebben en ik vind dat ze kans krijgen om daar verder af te maken. Dus meneer Rutte. Als u een dag gaat kiezen, waar let u dan op? Ja, welke partij bij mij het beste naar voren komen, hè? Dat zei dus, ja, meestal in het groot over de dingen van de gezondheid, hè, van de ouderenzorg en eigen bijdrage. Er zal toch iets, daar zal toch iets aan moeten gebeuren. Vind ik dat er iets meer gelijkheid mag komen. Dus dat het inderdaad het zorgen voor elkaar, denk ik. Waar dat goed vertegenwoordigd is, daar wil ik op stemmen. En het milieu. Ik kan vooral vertellen waarom wij graag willen dat u op deze kandidaat stemt van het CDA. Hij komt uit Schijndel, we hebben direct contact met hem. En plaatselijk is het voor ons heel belangrijk dat er iemand die dicht bij ons dorp zit in Den Haag komt. Ja, de PvdA die heeft de afgelopen 4 jaar bestuursverantwoordelijkheid genomen. Dat is natuurlijk wel echt een klus geweest. En we hebben ook compromissen moeten sluiten met de VVD. Om de dingen, maar we hebben echt een heleboel goede dingen kunnen realiseren. Omdat we voor een nationaal zorgfonds zijn, tegen eigen risico. Dus de marktwerking uit de zorg. Betere betaalde banen en lagere huren. Dat is eigenlijk de belangrijkste punten zijn dat vanuit de SP. Ik ben zelf heel erg bezorgd voor het klimaat. En GroenLinks biedt gewoon oplossingen voor het klimaatprobleem. Het klimaatprobleem is eigenlijk het hoofdonderwerp en is nu een ondergeschoven kindje. Ja, ik vind dat D66 duidelijk is en duidelijk in de richting van waar ze naartoe willen. Met name cultuur, en dat merken we hier in Boksel ook heel erg, is een hartstikke belangrijk onderwerp. Met name dat alle mensen mee moeten doen in dat stukje cultuur wat zo belangrijk is.